Op 11 januari vertrekt hij pas echt, maar donderdagmiddag was zijn officiële afscheid al. Burgemeester Karel van Eert gaat Beuningen verlaten. En dat doet hij met gemengde gevoelens. Ja, die zijn dubbel. Want aan de ene kant ben je natuurlijk al ergens in je achterhoofd wel bezig met de nieuwe stap. Maar ik heb de afgelopen weken echt toch geprobeerd om alles hier goed af te ronden en ook te onthechten. En daar is vandaag eigenlijk bij het afscheid van iedereen, denk ik, een heel mooi finaal moment voor. Ja, zeker een bijzondere dag. Het is een afscheid waar je aan de ene kant al een tijdje naar uitkijkt. Maar het is toch apart als die dag dan uiteindelijk daar is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Nou ja, het was mijn eerste burgemeesterspost en ik heb het nu bijna 6 jaar gedaan. Ik heb het vak hier moeten leren, maar ik heb het eigenlijk met zoveel plezier kunnen doen. En ook met zoveel plezier zeg maar, in de samenleving mijn plek kunnen vinden. Dat ik eigenlijk alleen maar kan zeggen dat alle dagen heel erg mooi zijn geweest. Een van de dingen was dat op het gebied van openbare orde en veiligheid heb je dan eigenlijk als je begint nog niet zo heel veel ervaring. En binnen 3 weken was er hier al een projectiel wat tot ontploffing kwam. En sta je 's nachts in een horecazaak en ben je met mensen bezig die daar boven wonen om dat allemaal goed te organiseren en te regelen. Dat was wel een hele bijzondere ervaring. Dus ik ben ook meteen wat dat betreft in het diepe gegooid. Is toch wel de komst van het AZC en het proces wat we daar rondomheen hebben proberen te voeren, heeft wel de meeste indruk op mij gemaakt. Ik heb het idee dat Beuningen in een proces zit van eigenlijk ook die rol van die overheid wordt wat anders. Meer naar de samenleving kijken, meer samen met de mensen en de inwoners doen. En daar zijn we nu stappen in aan het maken. En volgens mij laat ik Beuningen ook weer in een financieel gezonde situatie, denk ik, op een heel goed moment achter. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze daar ook in de komende periode heel goed mee verder zullen gaan.